Hallo iedereen, ik ben Chantal van Kraftmama en vandaag gaan we chocoladerozen maken. Hartstikke lekker natuurlijk, nou nog voor Valentijnsdag. Een leuk DIY om weg te geven. En wat is nou beter dan rozen die staan in een vaas dan rozen die je kunt opeten? Dit is wat je ervoor nodig hebt. Dat kun je ook allemaal onder in de beschrijving vinden. Ik heb hier een voorbeeld van wat ik al gemaakt heb. Van chocolade fondant die ik zelf gemaakt heb met het recept dat je ook bovenin kan vinden. We gaan beginnen door een naproos te nemen. Dat kun je in meerdere winkels kopen. En dan gaan we de bovenkant van afhalen om onze roos zo meteen op te maken. Haal hem gewoon even uit elkaar, kijk hoe die in elkaar zit. En zorg dat je alle stoffenblaadjes weghaalt, maar dat je wel de plastic onderdeeltjes houdt om de roos op te bouwen. Het kan soms zijn dat je even de schaar moet gebruiken om het bos te knippen. Nou, ik ga vandaag werken met chocolade rolfondant van Dr. Oetker, maar je kunt dus ook zelf chocolade fondant maken, wat ik hier dus heb. En zoals ik zei, daar kun je de link van in de beschrijving vinden. Nou, laten we gaan beginnen door hem open te knippen. We moeten hem eerst even goed warm kneden. En je kunt deze fondant gewoon bij iedere supermarkt kopen. Ik heb hem bij de Albert Heijn gezien, bij de Plus gezien, bij de Jolinders gezien. Eigenlijk op veel plaatsen hebben we deze. En ik kneed je gewoon warm door hem tussen je handen in te rollen en erin te knijpen. Ik ga hem kleuren met een beetje roze kleurstof. Om natuurlijk een mooi effect ervan te geven. En ik ga hem niet helemaal doorkneden. Ik wil eerst dat het een heel klein beetje gemarmerd is. Dan krijg je weer een mooi effect mee als je de blaadjes maakt. Nou, als je tevreden bent met de kleur, kijk, ik heb hem nog niet helemaal goed doorkneden. Gaan we de onderkant maken. Pakken we een bolletje ervan af, dat wordt de binnenkant van onze roos en daar gaan we een traanvorm van maken. Draai het eerst tussen mijn handen als een bolletje. Neem ik de onderkant van waar die zo meteen in de bloem vast zit, duw ik zo er doorheen. En doe ik hem naar de bovenkant weer taps toe, zodat je dus een traandruppel krijgt, eigenlijk een traanvorm krijgt. En dat gaat zo meteen eerst in de koelkast om uit te harden, voordat we ermee verder gaan. Ik steek hem zelf dus ook dit achterkantje weer erop, dat hij goed vast zit. En nu duwen we hem dus in piepschuim, dat hij rechtop staat. Dat hij rechtop even kan uitharden. En weer koud kan worden. Dan hebben we zo'n taps toegelopen punt. En als hij in de koelkast heeft gezeten, heb ik nu al worst gedraaid. Die knip ik zo in het allemaal stukjes en daar ga ik allemaal even goed de blaadjes van maken. Hier gebruik ik een stukje plastic voor, een zakje die ik open heb geknipt. Duw ik het bolletje plat en doe ik de uiterste rand doe ik er helemaal plat van duwen. Waardoor je dus een blaadje krijgt die van onderen dik is en van boven dus dun. Waardoor je een heel mooi een roos kan opbouwen en dat doe ik dus met alle blaadjes die ik heb. Maar de eerste die we gaan maken is die leggen we zo over de roos heen, leggen we boven het randje uit. En dan vouwen we ze er rondomheen, zodat je de binnenkant niet meer ziet. Dit is de kern van onze roos. En vouwen de rand ook een klein beetje terug. Dan heb ik dus alle blaadjes gemaakt op dezelfde manier zoals ik net heb gedaan. En om het op te bouwen ga ik dus elke keer waar hij eindigt, leg ik een nieuw blaadje eroverheen. Zodat het elke keer verspringt. Dan leg ik hier zo weer twee overlappend overheen. Vouw het weer terug. Dan gaan we er nu drie achter elkaar leggen. Dan doen we een kleine opening laten aan de ene kant en dan schuiven we het volgende blaadje in. Plakken we die weer vast. Dan gaan we naar de andere kant toe. En dan plakken we ook een blaadje vast. Zoals je ziet, het begint al echt op een roos te lijken. En dan vorm ik dus zo elke keer met mijn vingers en wordt het tussendoor te warm. Kun je hem ook even weer in de koelkast zetten. Rechtop. Zodat hij ook goed uithaft. En vorm hem zo helemaal bij. Nu is hij eigenlijk wel heel erg mooi, maar ik kies ervoor om nog een laag blaadjes aan te brengen. Deze snij ik even door midden, dat ze niet zo groot zijn. Dat ze iets lager vallen.
dus aan de onderste rand van de bloem. En ik vouw dus ook elke keer de randen weer terug naar buiten. Om weer dat opengeslagen effect te geven. Dan kunnen we zo heel voorzichtig het eindstukje erop zetten. Dus de eindblaadjes, de vijf sterke punt die er eigenlijk bij hoort. Dan duw ik de achterkant zo erop. En ben voorzichtig, want het is heel delicaat. Het duwt een heel stel kapot. En dan duwen we zo de stengel eraan. En dan kun je hem altijd nog een beetje zo bijvormen. Totdat hij weer goed zit. En dan kunnen we hem zo laten uithorden. Ik ga nu ook een rooster zien om een aardbei heen. Dus ik heb een mooie gepunte aardbei. En ik pak hier gewoon de witte fondant waar ik over had, de chocolade fondant. Dan ga ik eerst een stuk wat ik uitgerold heb om de hele aardbei heen aanbrengen. En dat probeer ik zo strak mogelijk te doen. En dan hebben we iets om de andere fondant aan vast te plakken namelijk. Vorm het gewoon met je vingers bij tot hij helemaal bedekt is. En ook helemaal dicht zit. Ik raad je wel aan om deze rozen echt een dag van tevoren op de dag zelf te maken. Als deze te lang in de fondant zit, dan gaat het namelijk vocht afgeven. En dan heb je zo meteen overal je fondant liggen in plaats van op de aardbei zelf. Als je ze op de dag zelf maakt, dan gaat dat prima. Dan hebben we dus weer dezelfde punt als we net hadden. En dan gaan we dus hetzelfde doen wat we net hebben gedaan. We gaan allemaal blaadjes uitrollen. En er rondomheen aanbrengen. Zodat we weer een hele roos gemaakt hebben. En dan vallen we ze overal overheen. Nou, het voordeel is van de chocolade fondant van Dr. Poetkrist. Die is een stuk steviger als gewone fondant. Waar je veel beter dus de vorm behoudt. En hij smaakt natuurlijk naar chocolade. Dus maakt natuurlijk ook extra lekker. Dan heb ik hier weer een bloem uit elkaar gehaald. En doe ik alleen de blaadjes aan de onderkant erop. Dus de drie blaadjes. Ik ga er niet een heel takje aan geven. Maar deze is gewoon om zo te geven. Heel leuk om zo in te pakken. Je kunt hem bijvoorbeeld in een cupcake papiertje zetten. En dan een plasticje eromheen. En dan heb je natuurlijk een superleuk cadeautje om te geven voor Valentijnsdag. Nou, dit is het eindresultaat geworden van de bloemen die ik gemaakt heb. Ik vind ze super leuk geworden en ik weet zeker dat iedereen van maakt ze super mooi vindt. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te geven. Laat me ook weten wat jullie van deze DIY bewonden. En wil je nog meer leuke dingen zien? Laat het dan even weten onder in de comments. Ik hoop dat het leuk vindt als jullie een keer op mijn Facebookpagina kijken of op mijn blog, craftyblog.nl. En natuurlijk wens ik jullie nog allemaal een heel fijn weekend en alvast een fijne Valentijnsdag. Onthoud jongens, ben altijd creatief. Doei!